Van zondag op maandag is de bus van kringloopwinkel Spulletjes van Nol en Marion compleet verwoest. Er is nu een crowdfunding actie op touw gezet en daar willen we alles van weten. Ik sta hier bij Spulletjes omdat ik een doneeractie ben begonnen voor Marion en Nol. Omdat de afgelopen zondag op maandagnacht is hun bus afgebrand. Het is nog in onderzoek, maar waarschijnlijk is er vuurwerk onder de bus gelegd. En is er een ontploffing geweest en is heel de bus vernield. Het houdt in dat iedereen kan doneren, een bedrag wat ze zelf willen. En we hopen zoveel mogelijk op te halen, zodat ze zo snel mogelijk een nieuwe bus kunnen kopen. Ja, en hoe moeten mensen doneren? Doneeractie.nl. Dan kun je zoeken naar de actie Spulletjes. En dan krijg je automatisch de actie in beeld en dan kun je doneren. Er zijn nu ruim 160 donaties geweest en we zitten nu op ruim 3.500 euro. Ja, en wanneer is het gebeurd? Zondag op maandag? Ja. Dus we zijn nu 3 dagen verder. Ja, maandagochtend las ik het en toen ben ik meteen de actie gestart. Ja, ik heb het gehoord. Ja, het is verschrikkelijk zoiets. Ja. Moest niet kunnen, hè? Nee. Nee. Hoe heeft u het gehoord? Ik heb het gelezen op Facebook. Ja, en als u zoiets leest, wat denkt u dan? Ja, verschrikkelijk. Ja. Denk, het is toch niet meer normaal wat er allemaal gebeurt? Ja, ja. Ik vind het vooral heel hartverwarmend van iedereen dat iedereen meeleeft en meedenkt en zijn medeleven, ja, dat vind ik ook zo zwaar. Maar in ieder geval, mensen denken aan ons. Hè? En door die crowdfunding kan het zijn. Dat kan door een kaartje zijn. Door bloemen die bezorgd worden bij hun. Dus dat vind ik wel heel positief. Zo van, mensen hebben wel het beste met je voor. En dat is echt gewoon, ja, dat is wel fijn. Vind ik wel heel fijn. Voor de oprichter van de stichting is de persoonlijke impact van de brand te groot om op camera te kunnen reageren. Wel geeft ze aan erg dankbaar te zijn voor alle hulp en steun.